Hallo iedereen en welkom bij mijn podcast Just Delphine Knits. Het is terug een normale episode, dus eentje over wat ik gemaakt heb, wat ik aan het maken ben en wat ik plan te maken. Wat toch al eventjes geleden is, het is heel druk momenteel, zowel op het werk als privé zijn er heel veel zaken nog ongoing. Ik sport ook meer, dus er is ietsje minder tijd om zowel te breien als om erover een podcast op te nemen. Maar vandaag is het verlengd weekend 1 mei en ik heb dus wel degelijk tijd hiervoor. Ik wou gisteren opnemen, maar toen zijn we gaan wandelen en door de hooikoorts waren mijn ogen heel erg opgezwollen. Dus dat was ook niet zo'n goed plan. 1 mei, en wat heb ik vandaag aan? Vandaag heb ik mijn Dahlia cardigan aan. Dus die was de vorige keer net nog niet afgewerkt, dus ik had nog geen knopen aangenaaid. Het was nog niet geblokt en de draadjes waren nog niet weggewerkt. Terwijl dit nu wel in orde is. En ook al is dit alpaca en mohair, eigenlijk heb ik totaal niet te warm vandaag. Wat schandalig is op 1 mei. Maar dus, mijn Dahlia cardigan is zeker en vast een succes. Ik draag die echt heel erg graag. Een heel zachte combinatie van drops alpaca en drops kid silk mohair. Ik vind het heel leuk hier met het leesmotiefje. Het is zeker een patroontje dus dat ik nog opnieuw wil maken ook. Ik had toen eigenlijk een vrij kleine maat genomen, maar de alpaca rekt enorm. Dus het is zeker niet dat het echt te klein is. Dus je ziet, intussen heb ik toch wel wat positive ease. Ik zal ook een fotootje zeker inposten van een van de eerste keren dat ik die droeg. Dus zowel garen combinatie als patroon wil ik zeker nog eens opnieuw doen. Ik heb ook gemerkt, en dat zullen jullie in de komende tijd zeker nog zien, dat ik het heel fijn vind om bijvoorbeeld een leespatroon bovenaan te hebben en daarna toch nog even een stukje niet-nadenk in het rond breien. Of over en weer breien in het geval van een cardigan. Dus dat is zowel wat ik vandaag draag als wat ik afgewerkt heb. Dan heb ik, het is een tijdje geleden, dus best wel wat afgewerkte stukken, maar eigenlijk maar één groot afgewerkt stuk. En even de voorkant zoeken. Dat is deze. Ik ga het waarschijnlijk volledig verkeerd uitspreken. De Salt Caron Tea of zoiets van Sari Nordlund. Ik heb die voor haar getest. Dus het garen is Fonty Bohème. Een mix van, ik denk, katoen en linnen. Het roze had ik in stash, heb ik vorig jaar gekocht bij Ginger and Thyme in de Solden. Het donkerblauwe heb ik bij Julia gekocht om ermee te combineren. Ik zal ook een fotootje even inplakken van wat ik van als ik het aan had. En daar zal je zien dat het toch vrij kort is. Het raakt de rand van mijn broek, dus gewoon dat ik het niet zo gewoon ben. Komt omdat ik had het in mijn hoofd dat dit moest eindigen met een donkerblauwe streep. En als ik daar nog eens twee strepen moest bij doen, dan had dat te veel geweest. Dat had toch wel echt te lang geweest. Het is een patroontje waarbij dus geen rib gebruikt wordt. Dus je hebt een stockinets hals die je omvouwt en dubbel breidt. En dan heb je ook zowel aan de mouwen als onderaan een boord die je omvouwt. Aan de mouwen vind ik dat super mooi, aan de hals ook. Maar onderaan ga ik toch de volgende keer kiezen om voor iets te gaan dat wat meer aansluitend is. Want dat is iets dat ik merk, zowel bij deze tee als bij mijn farfatop van de Knit Pearl Girl, is dat ik het eigenlijk niet mooi vind dat dit zo uitwaait onderaan. Het is veel te wijd, waardoor ik er mij niet 100% comfortabel in voel. Hoe ik mij er wel comfortabel in voel, is dus bijvoorbeeld door er een high-waisted skirt over te doen, in het geval van de farfatop. En bij deze, als ik er een top onderdraag, dus een tanktop onderdraag, die wel in mijn broek zit, dan voel ik er mij ook wel oké bij. Maar in het vervolg zou ik dus zeker kiezen om de onderkant anders af te werken en toch ietsje meer bij elkaar te brengen. Dus dat is mijn eerste finish, of mijn tweede finished object eigenlijk van deze keer. Mijn eerste zomers finished object. Ik ga hier direct al mee verder even met een plan. Want ik heb van mijn mama garen gekregen. Oeps. Roze en groen. Het groene is een restje. Het is Anel Miami. Dus een mix van katoen en acryl. En dit is, had ze voor mij gekocht.
Dus het zal met iets smallere strepen zijn, want er is niet heel erg veel groen. Maar ik wil die top wel opnieuw maken in deze vrolijke kleurencombinatie. Dus dat is alleszins iets dat zeker op de planning staat de komende tijd. Het is wel niet het volgende dat ik ga opzetten. Het volgende wordt vermoedelijk de crescendo top van de crescendo tee van de Knit Pearl Girl. Maar ja, ik ben nog eventjes aan het denken wat het echt wordt. Alle volgende finished objects zijn sokken. Dit is een testknit geweest voor Brybelly. Eén geblokte sok en één niet geblokt, want ik heb maar één sokblokker. Dus ik zal jullie de geblokte tonen. Dus dit is de Juliet Socks van Brybelly, waarbij je eigenlijk... eigenlijk is het bedoeld voor adventsokken uit te maken, dus met minis te maken. Ik heb één hoofdkleur gebruikt, maar dat hoefde helemaal niet. Dus allemaal restjes in kleurtinten van paars. Een heel leuk patroontje om mee te experimenteren, om colorwork nog wat verder te oefenen. Dus absoluut een aanrader. Ik zelf heb geen mini-advents, maar voldoende restjes en vele kleurtjes in stash. Je hebt ook een kool van haar hiermee, met dit type patroontje. Dus je kan zeker en vast wel iets vinden dat voor jou haalbaar is. Moest je niet graag sokken breien. Dus dit zijn de sokken. De meeste accentkleuren zijn Jawohl van Lang Yarns. Het grijze is Socks Jij van Koepnitz. Ik heb ze nog maar één keer gedragen, dus ik kan nog niet 100% zeggen hoe het zal zijn. Ik merk wel dat er al eentje een beetje aan het verfilteren is aan de hiel. Maar dat is normaal bij sokken, dus kan absoluut geen kwaad. Dat is al iets. En dan ga ik daarmee eigenlijk al direct verder met een whip. Dus er is één sok. Dit zijn de Violet Socks van Ginger & Thyme. En je zal zien dat je twee kleuren herkent uit deze sok. Komt eigenlijk omdat ik voor de testknit van Ginger & Thyme wou ik garen van Katja gebruiken. Op basis van kashmir sokkengaar, dus wel met polyamide. En net toen ik wou starten, brak het garen. Echt gewoon bij het opzetten brak het al. Ik zal straks een foto inposten. Ik heb Katja gecontacteerd, maar ze hebben mij nog niet teruggemaild. Op Instagram hadden ze wel gezegd dat ik mocht mailen, maar ik heb via mail geen antwoord gekregen. Maar ik zocht dus snel twee kleuren en deze sokken waren toen net afgewerkt. En dus kwam ik op deze kleurencombinatie. Het patroontje is nog niet uit. En ik heb dus één sok. Het is met een wrap and turn heel. Het is Jawohl voor het paarse en het roze is Filcolana Arvetta. Dus dat is dat. En ik ben wel degelijk al gestart aan de tweede sok. Ik zal het even juist draaien. Dus hier heb ik het boordje en een stuk van het been al. Nog niet 100% klaar. Even zien, want het is hier een garenboel. Ja. dus hier ben ik mee bezig. Ja, het is dus best wel intensief om aan te breien, vind ik. Omdat ik met twee handen brei. En dus de ene kleur brei ik continentaal, dat is de roze. De andere brei ik Engels, dat is de paarse. En dat ben ik nog niet zo hard gewoon. Dus het gaat wel best een beetje trager dan normaal. Maar zeker en vast een leuk patroontje en ik kan eigenlijk al niet wachten tot ik ze kan dragen. Dus normaal gezien zullen jullie dit als in mijn volgende episode als afgewerkt stuk zien. Nog twee FO's die sokken zijn. De eerste zijn voor mijn man. Jullie hebben ze een tijdje geleden wel al eens gezien. Het is gewoon een basic vanilla sok in Hottest Socks Ever van Rico. Ja, gewoon een recht toe, recht aan patroontje. Hij draagt ze graag. Ik heb ze afgenomen nu voor de podcasten. Maar zeker, ja, een leuk patroontje. Ik hoor hem niet klagen over het garen. Dus absoluut een leuke. En doet er mij wel aan denken dat ik iets vaker voor hem sokken moet breien. Ook al zijn het minder speciale sokken. Af en toe is een recht toe, recht aan patroontje kan zeker geen kwaad. Het volgende dan zijn ook nog sokken in de laatste FO. Dit zijn sokken die ik zelf aan het ontwerpen ben.
Het is Garen van Lana Grossa, Berlin, Kashmir. En ik heb hier, maar je ziet het niet super, super goed, want het wil er ook niet op focussen natuurlijk. Heb ik een soort van structuurpatroontje gebruikt. Het komt niet zo goed uit, maar qua kleuren, omdat er ook net wat gevarieerd garen is. Maar het is wel, allee, de gauge klopt, dus ik wil die zeker opnieuw proberen in effe garen binnenkort. Ik heb die dus gemaakt aan de hand van de Design Your Own Top-Down Socks workshop van Steven West. Absoluut een aanrader. Dus ja, dat is absoluut eentje om bij te houden. En ik heb hier ook voor het eerst een dubbel gevouwen boordje, dat dubbel gebreid is, heb ik hiervoor gebruikt. Gewoon een basis heel flap en gussets. Echt wel leuke. Dus dat is alleszins een finished object dat jullie ook nog terug zullen zien. Want ik wil ook, als ik er eens tijd voor heb binnenkort, wel eens af en toe een samenvatting geven van mijn Design Your Own workshop plannen. En dat lijkt me ook zeker eentje die jullie daar zullen zien. Met het restje daaruit ben ik trouwens een shorty sok aan het breien om een beetje te experimenteren met welke lengte van shorties ik het leukste vind. Ik weet niet of ik genoeg ga hebben om er twee te breien, maar het is alleszins de bedoeling om aan de hand hiervan te weten wat mijn favoriete lengte is van shorty socks. Dit is ook trouwens de eerste keer dat ik op Chow Go brei voor rondbreinaalden voor sokken en het bevalt mij alleszins enorm. Dat is een whip die bij de vorige FO hoort. En zo zijn we eigenlijk rond FO gewijs. Gewijs blauw. Engels en Nederlands doorheen is het toch niet. Maar ik heb ook nog een aantal andere whips die ik jullie wil laten zien. En de eerste is alleszins is ook nog een sok waarvan ik net één sok af heb. App opnieuw uit de Design Your Own Top-Down Socks Workshop. Dat is deze. Het is een colorwork sok. Sok eigenlijk. Ik ben niet 100% meer overtuigd van mijn kleurkeuze, maar ik zal de tweede nog maken. Deze keer heb ik eigenlijk het structuurpatroontje dat ik gebruikt had bij de vorige sok, wat dus dit stukje is, heb ik eigenlijk gebruikt ook als basis voor deze colorwork sok. Het is met een afterthought heel en een 2x2 rib met eigenlijk uw knitstitches zijn getwist. Wat eigenlijk maakt dat het beter aansluit en dus meer mijn favoriet is. Het boordje kwam eigenlijk uit de adventsokken van Mirjam Molenbeek. Maar ik heb die dan toch niet gebruikt omdat ik kleuren niet vond passen bij het patroontje. Dus heb ik dit eruit gemaakt voor mezelf. De tweede sok moet ik wel nog opzetten. Laat zeker weten wat jullie ervan vinden. Het is niet de bedoeling echt om patroontjes te gaan uitbrengen, maar ik wil gerust telpatroontjes wel eens uittekenen, moest er iemand interesse hebben, zodat jullie die op een eigen sokpatroon kunnen toepassen. Hè. Dus ik heb niet de marge om in tech-editing of zo te gaan, maar als je een basisgoed sokkenpatroon hebt, wil ik gerust delen wat ik hiermee gedaan heb. Dus laat zeker weten moest er interesse zijn. Maar ik zal sowieso ook nog de tweede sok maken en wat verder experimenteren. Dan nog één sok whip. Dat is een testknit voor Wildberry. Aize. Ik ben nog niet zo heel ver, maar ik heb nog tot, ik denk, half mei ergens. Dus ik heb nog meer dan genoeg tijd. Het is een hele lange cuff die je dan dubbel vouwt. En waarbij je hier een soort van ribbeltje maakt. Aan de voorkant. Hier nog ribbel aan de achterkant. En dan is het eigenlijk nu aan de heel bezig. Heel flap en gusset dus ook. Dit is garen van Rico, de Superba Kashmiri Socks. Leuk vind ik met die kleurtjes. Ik overweeg eigenlijk zelfs om hier gewoon een sweater hoeveelheid van te maken. Ecru mohair bij te kopen en er een trui te maken. Ik weet niet wat dat zo'n strak plan is, maar langs de andere kant, het is zacht garen. Het is absoluut niet rustiek en ja, proberen kan geen kwaad. En met de restjes kan ik dan nog sokken maken. Maar dat is alvast eentje die jullie ook de volgende keer terug zullen zien.
voilà. Dan heb ik nog twee wips te tonen. De volgende is ook een testknit, maar ik ben niet zo ver geraakt. Ja, Debbie weet waarom. Ik ga het u straks ook uitleggen. Maar dit is de Maria Cardigan van Ginger & Thyme, waarbij je een mooie kabel hebt op de mouwen. Dit is in brushed alpaca van Gabo. Super zacht trouwens, dubbel gehouden. Je ziet hier ook de row counter van haar, die ook heel erg handig is om mee te werken. Dus hoe komt het dat ik wat later ben? Komt dus mijn garen was niet op tijd geleverd. Dus ik heb heel lang getwijfeld om eerst iets uit stash te gebruiken. Want ik wil zoveel mogelijk mijn stash gebruiken, maar ik vond niks. Ik heb echt heel veel geswatcht, maar ik vond niks. En toen ik eindelijk besliste, was het blauw op. Ja, ze heeft het dan besteld bij de leverancier, maar dat was ietsje later. Postbode hier belde niet aan, want voor onze deur zijn er wegenwerken en het kwam in het postkantoor terecht. Toen het daar was, kreeg ik buikgriep, kon ik het dus ook niet gaan halen. En uiteindelijk heb ik het pas begin april kunnen ophalen. Daarna zijn we op verlof vertrokken naar Malaga. Is niet echt een ideaal patroon of een ideaal project om mee te nemen. En toen begon alle drukte op het werk. Dus ja, Debbie weet dit. Dus ik zal dit afwerken, gewoon een beetje trager. En de volgende keer zien jullie zeker progressie. Ik wou dit ook heel graag maken, omdat ik naast haar zat toen ze het aan het ontwerpen was op de Brapiro van het ministerie van Gebreide Zaken. Dus het is zeker eentje dat ik ook al in het echt gezien heb en ook heel erg fan van ben. Het garen is echt, echt super, super zacht. Voor mensen die nog dingen van Ginger & Thyme graag zien, ze maakt Nederlandstalige patroontjes. Ik weet dat dat voor velen van jullie een voordeel is, dus ga er zeker eens een kijkje nemen. En dan mijn laatste whip. Het is er eentje waar ik echt vrolijk van word. Een niet te hard nadenken patroontje. En dat is deze Storyline Shawl. Ik maak deze in garen dat ik vorige zomer op Knit & Knot geverfd heb bij Draadkracht. Dus zowel merino met een glitter als mohair. Het is er echt een hele leuke. Ik wil die afgewerkt hebben tegen dat ik nog eens ga verven bij hen. En dat is 17 juni met de Yarn Divas. Dus dat is absoluut ook eentje dat ik heel erg naar uitkijk om afgewerkt te hebben. Het zijn kleurtjes waar ik echt, echt vrolijk van word. Ik heb er deze week ietsje minder aan gebreid, omdat ik geen tijd had. Want ik ben ook nog aan een secret testnet bezig die ik jullie niet mag laten zien. Maar het is echt wel eentje waar ik heel, heel vrolijk van word. En die ik dus zeker wil afwerken en heel graag voordat ik de volgende keer daar ga verven. Dus dat is het eigenlijk een beetje qua whips die actief zijn. Ik heb uiteraard een hele stapel liggen die dringend is wat aandacht verdienen. Maar dat zijn mijn actieve whips. Wat heb ik dus naast de strepen top die ik nog wil maken, nog van plannen? Dat is dus die Crescendo Summer Tea, wil ik zeker maken. En zoals ik al een paar keer gezegd heb, wil ik zeker de Confluence uit Neons en Neutrals ook nog maken in BC Balance. Biobalance van BC Garn. Dus dat zijn zeker nog twee vrij snelle plannen. 1000 sokkenplannen uiteraard, want het wordt zomer en sokken zijn zo gemakkelijk om overal mee naartoe te nemen, op een terras te breien enzovoort. Want ik heb ook nog wel wat andere breiplannen. Wat heb ik breiplangewijs nog? Zoals ik zeg, ga ik nog eens garen verven bij de Yarn Divas met Draadkracht. En daarvoor ga ik een sjaal van Steven West verven. Dus ik wil graag de Painting Bricks maken. Dus kijk ik ook heel erg naar uit. We hebben ook met een aantal mensen is afgesproken in Knit en Sit in Puurs. Dat is een pop-up breibar uitgebaat door een Oekraïense vluchtelingen. Zou heel gezellig zijn, maar ik ben er nog niet geraakt. Dus daar gaan we ook zeker nog eens langs. En verder heb ik maandelijks of twee maandelijks een breidate met mijn knitting bestie. Ook altijd tof om zo wat inspiratie op te doen. En wil ik ook zeker deze zomer meer tijd maken om met nog mensen af te spreken, om samen te breien. Dus daarvoor had ik op Instagram al eens een oproep gelanceerd. En wil ik zeker ook met een aantal mensen dat ik daar via heb leren kennen, zeker nog afspreken.
Dus dat zijn allemaal dingen die er zeker nog aankomen. YouTube-gewijs, wat zijn hier mijn plannen? Ja, ik heb mijn regular podcast die ik in beide talen opneem. Een aantal special episodes neem ik ook in beide talen op. Maar ik ben nu ook bezig met een Nederlandstalige reeks met informatie over sokkenbreien. Het zullen geen volledige tutorials zijn. Ik zal wel verwijzen naar filmpjes die ik zelf goed vind. Maar vooral om op een basismanier aan mensen uit te leggen hoe je sokken kan breien en wat ik zelf geleerd heb in mijn 1,5 jaar sokken breien. Over alle patronen, hoe alles het beste werkt enzovoort. Er staat dus al één filmpje op. Dat gaat over de benodigde materialen voor sokken breien. En ik link daar ook al één patroontje, zodat je zeker ook al aan de slag kan. Het eerstvolgende dat ik wil opnemen gaat over de boordjes. Daar wil ik dus zowel allerlei verschillende soorten boordjes tonen, maar daarvoor wil ik eerst de omgevouwen boordsok van Wildberry afwerken. Dus daar wil ik allerlei soorten boordjes tonen, maar wil ik ook even met jullie erdoor gaan hoe ik zelf een boordje aanpak qua steken enzovoort. En een aantal trucjes bij het breien ook nog tonen. Dus dat zit er sowieso ook nog aan te komen. En zoals altijd wil ik ook eigenlijk aandacht geven aan andere YouTubers, meestal vergeet ik het te zeggen, maar deze keer probeer ik er absoluut aan te denken om toch weer eens een aantal mensen in de bloemetjes te zetten. Ik heb niet heel veel tijd gehad om podcasts te luisteren, maar ja, ik zou dus zeker mijn all-time favorites nog eens willen benoemen, dat is Caroline's Knits en een Italian podcast. Een Italian Knitter, sorry, een Italian Knitter. Dat zijn mijn twee internationale die ik het vaakst bekijk. Dus ja, zeker daar ook eens een kijkje nemen. En als je nog leuke weet, laat het dan zeker weten, want er zijn vast en zeker nog nieuwe mensen die aan podcasts begonnen zijn. Ik hoop dat het zonnetje er snel terug doorkomt deze week en dat we terug buiten in het zonnetje kunnen breien. En ook al vind ik dit een hele leuke cardigan, ik hoop toch dat alpaca en mohair snel te warm is. Ik zie jullie snel terug en moest je dit leuk vinden, geef dan zeker een duim omhoog en abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Dankjewel!